Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Chris Coutinho. Hij woont niet in Suriname, hij is in Nederland en hij is een muziekproducent. Hij heeft onlangs een nieuw nummer uitgebracht. Energia heet het nummer. Het is een Surinaamse muziekproducent met Surinaamse roots. En hij vergeet ook zijn Surinaamse roots niet door elke keer wanneer hij een muziekproduct weer af heeft, het ook te presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. Kijk mee naar het gesprek met Chris. What made is a little Q-time. Goeiedag Chris en welkom in Q-time. Dankjewel, goedemiddag. Ja, het is wel leuk dat de technologie ons de gelegenheid geeft om jou helemaal aan de andere kant van de oceaan te laten interviewen. Dit is vanmiddag, voor jullie is het natuurlijk in de ochtend, dus goedemorgen daar. Ja, klopt, inderdaad. Leuk dat je er toch bij bent en leuk dat je met jouw creaties, want dat is waarover we gaan praten vandaag, Suriname niet vergeet en... ook wel ervoor wil zorgen dat jouw muziekproduct, waar we vandaag over gaan praten, ook hier op de Surinaamse radio te horen zal zijn. Maar laten we eerst wat meer weten over jou. Ja, ik ben Chris Coutinho. Ik ben 34 jaar, woonachtig in Almere, in Nederland. Ik ben ongeveer 10 jaar bezig in de muziekindustrie als muziekproducer. Ik produceer voor een aantal Nederlandse artiesten, maar ook internationale artiesten. Zoals Fuse ODG en nog wat andere. Dus dat is gewoon mijn beroep. Ik ben muziekproducer. Mm-hmm. Oké. Okay. Je bent van Surinaamse afkomst? Ja, klopt. Mijn ouders komen uit Suriname. Ik ben hier geboren in Amsterdam. Ja. Maar ik heb nog veel familie daar, dus regelmatig terug. Ja, oké. Okay. Ja, familie hebben in Suriname, maar dat is natuurlijk wel leuk, zeker als je op vakantie komt. Maar wat is jouw affiniteit met Suriname nu nog steeds? Het voelt als thuis, ver van thuis. Dus als ik daar kom, is het wel weer een soort van thuiskomen, omdat mijn ouders komen daar vandaan, ik heb daar familie, ik ken de cultuur wel. Het is wel een soort van thuiskomen. Toch wel? Ja. Okay. Zo ervaar ik het wel. Zo ervaar, oké. Okay. En ook als je in Amsterdam zit, want je woont in Amsterdam. Nee, Almere woon je. Ik bedoel, Almere, best een grote Surinaamse community woont in Almere. Ja, zeker. Connect je daar ook mee? Dus dat je toch wel zegt van, oké, de Surinaamse gemeenschap in Suriname is wel, zeg maar, ook een beetje jouw people. Ja, jawel. En ja. Ook in de muziekindustrie zie je ook veel Surinaamse producers en artiesten. Die actief zijn, dus iedereen connect wel met elkaar. Ja, oké. Very nice. Hoe ben je in de muziek gerold? Was het iets wat je altijd interessant vond? Ja, ik ben vanaf kleins af aan ben ik bezig met muziek. Vroeger speelde ik saxofoon toen ik 7 jaar was. En dat is een beetje doorgegroeid naar het produceren en het schrijven voor artiesten. Ja. Dus die passie heb ik altijd al gehad. Ja, ja. Oké, dus je bent eigenlijk gewoon componist, ja, arrangeur, producent. Ja. Ja, waarom heb je nooit erover nagedacht om te zingen zelf ook? Of rappen of something? Die ambitie had ik vroeger wel. Dus toen ik 13 was, begon ik met schrijven, ook zelf zingen en rappen. Maar toen had ik muziek nodig en ik had geen muziek, dus ik moest het zelf gaan maken. En toen ben ik daar meer in gedoken en... toen merkte ik dat ik daar ook talent voor had. Dus ben ik daar aan gaan werken. En toen ging het balletje lopen met produceren. Dus zodoende heb ik dat even aan de kant geschoven. Ja. Maar die ambitie had ik vroeger wel. Ja. En wie weet, komt dat nog? You never know. You never know. Okay. You never know. Oké, okay, ja. Maar kijk, natuurlijk is het wel zo dat als je praat over zingen en over of rappen of iets dat... inderdaad met vocals te maken heeft, dan moet je ook wel dat talent hebben. Hè? Want ik bedoel, als je talent hebt om te schrijven, je hebt talent om te produceren, wil je automatisch zeggen dat je talent hebt om te zingen. Maar kan je zingen? Grapje hoor, maar ik kan wel een beetje zingen. Je kan wel een beetje zingen. Ja, want als je daar mij zou zeggen, denk ik van, je moet mij echt niet vragen om te zingen. Ik kan al die 100.000 liedjes misschien wel voor je schrijven, maar ik ga niet kunnen zingen. En ik ga zo denk dat iedereen kan zingen. Ik denk dat iedereen kan zingen. Sommige mensen hebben meer talent dan anderen, maar ik kan wel. Kom, even serieus. Nee, dat ben ik dus niet met je eens. Zeker als ik naar mezelf kijk. Maar het gaat om de multigetalenteerdheid eigenlijk die je ervoor nodig hebt om eigenlijk zo'n productie bij elkaar te brengen.
Vertel ons wat meer. Ik neem aan dat dit niet je eerste nummer is, maar we praten dus nu wel over de lancering van het nummer Kieke. Ja. Dat is de naam van de artiest. Ja, Kieke is de artiest. Vertel ons een beetje hoe dit nummer tot stand gekomen is. Hoe ben je met hem in aanraking gekomen? Je bent voor hem gaan schrijven. Ja, ik ben gevraagd door een schrijver, John Lewis, of ik een studiosessie wou doen met hun, dus met Kieke en met John. Ja. En ja, dus het ging eigenlijk heel spontaan. En dit was eigenlijk de eerste keer dat we elkaar echt met elkaar hebben gewerkt. En ja, toen kwam dit nummer gelijk eruit, dus het was een goede vibe. Iedereen connecte goed. Ja, dat is ook te horen in het liedje. Het is heel vrolijk. Ja. Iedereen, mensen worden er blij van als ze het horen. Dus. Het is wel die layback. Het is gewoon relaxed. Een beetje ja, chill. Ja, dus, ja. Met mooi weer is het een lekker ja, nummer. Dus, ja. Oké. Okay. Maar even om het te analyseren. Waar komen de ja, teksten vandaan? Want die zijn Spaans. Dus je mixt Spaans klopt, met Nederlands. Dus wie heeft de teksten geschreven? Klopt. Ik heb me alleen bezig gehouden met de muziek. Oké. Dus alles wat je hoort qua muziek heb ik gedaan. En ja, John en Kieke hebben geschreven. Ja, oké. En Kieke want vanwaar dat Spaans in het Nederlands? Ja, Kieke is half Colombiaans. Dus ja, ja, hij is tweetalig opgevoed. En hij spreekt de taal met zijn moeder. En zodoende wil hij zijn roots in zijn muziek kwijt. Ja. Dus vandaar het Nederlandse en het Spaanse. Ja. Dus ja, die twee jongens hebben het samen geschreven. Dus ja, het Nederlands en het Spaanse. Okay. Ja. Ik vond het wel een opvallende combinatie, omdat je die combinatie niet veel hoort. Zeker ja, denk ik, in als je, ja, ik ben niet zo thuis natuurlijk in de Nederlandse muziek scene van jullie leeftijd. Maar je komt eerder Surinaamse slang tegen en wat woorden die ja, er gedropt worden. Bijvoorbeeld. Maar dat Spaans is niet zo common, zeg maar. Nee, klopt. Je hebt een aantal die het wel doen in Nederland, maar ja, Kieke is wel een van de weinigen. En dat maakt het ook weer uniek. En ja, dat vind ik ook leuk om met mensen te werken die uniek geluid hebben, uniek aanpak van muziek. Ja. Dus okay, dat sprak me ook gelijk aan. Dus ik was gelijk getriggerd om met hem te gaan werken. Om bezig te zijn. En waar begint de totstandkoming van zo'n nummer? Krijg je eerst een tekst en laat je daardoor inspireren? Wie komt met de melodie? Hoe ontwikkelt dat zich? Ja, het verschilt elke keer. Soms ga ik naar de studio en dan heb ik een ideetje. Heb ik al thuis iets gemaakt. Soms kom ik daar en dan heeft een schrijver heeft al een ideetje van oké, ik heb een melodie. Weet je, dus het ligt er een beetje aan hoe dat gaat. En in dit geval had John, dus de schrijver, had al een klein opzetje. Had iets in zijn hoofd. En toen heb ik dat in mijn eigen vibe omgegooid en ja, toen kwam het nummer tot stand. Ja. Oké, okay, er moet natuurlijk wel een hele goede klik zijn, want je moet kunnen voelen wat zij eigenlijk willen neerzetten. Zeker. Weet je, wat zeker de sfeer ja, moet zijn van het nummer en wat ze eigenlijk precies willen zeggen met de ja, boodschap. Ja. Het was een eenmalige samenwerking of zijn jullie van plan om meer samen te gaan doen? Nee, we hebben heel veel op de plank liggen. We hebben heel veel muziek gemaakt. En ja, dit is een van de vele die uitgekomen met Kieke in deze ja, combinatie. Ja, okay. Maar jullie zijn wel van plan om nog zeg maar in de toekomst meer te doen? Ja, zeker weten. Hij heeft een heel plan. Alle singles liggen al klaar. Dus dit is ja, de eerste van velen die aan ja, komen. Het is ook wel een beetje anders in deze tijd. Hè? Dat je gewoon de nummers apart uitbrengt. En niet per se ja, allemaal in een album en of meer. Ja. Klopt. Tegenwoordig inderdaad. Ja. Sorry, hè? Ja, sorry. Ja, nee, ja, tegenwoordig is inderdaad heel veel singles uitbrengen en uiteindelijk werk je toe naar album. Mm-hmm. En vroeger ja, was dat natuurlijk anders, maar inderdaad. Ja. Maar eigenlijk is tegenwoordig album misschien niet eens meer relevant, want ik bedoel, niemand koopt meer een CD. Dus die singles zijn ook gewoon fijn. Ja, ja, toch? Klopt. En als je ze op een album hebt, dan moet je ze ook nog gaan competen tegen elkaar, welke van ze de meeste airtime krijgt. Dus precies. Het is een bepaalde strategie die denk ik toch wel helemaal ja, praktisch in deze muziektijd. Ja, klopt. Ja. Wat je vooral ziet is dat er zoveel aanbod is van muziek. Mm-hmm. Dat je wel eigenlijk singles moet releasen. Anders, als je één keer een album eruit gooit, dan is het te veel voor mensen. De mensen zijn, de concentratieboog is best wel kort tegenwoordig. Ja. Dus je moet blijven supplyen van muziek. Ja. De wereld moeft sneller, dus je gaat ook sneller naar de volgende, waardoor je sneller geprikkeld ja, moet worden om inderdaad ook precies, weer iets leuks te vinden. Precies. Ja. Hoe lang ben jij al bezig met muziek, ook dat dus niet van, los van je eigen interesses en muziek hebben leren spelen en begonnen, maar dat je echt zegt van oké, is goed, nu maak ik er meer werk van en ik
ga de studio in om inderdaad iets te produceren? Ja, ongeveer vanaf mijn 23ste, 24ste. Oké. Okay. En dat is ongeveer nu 9, 10 jaar is dat ongeveer. Ja. Ja. En met welke artiesten heb je tot nu toe allemaal gewerkt? Dat is een, best wel een lijster. Met heel veel Nederlandse artiesten. Ja. Onder andere Tabitha, is ook van Surinaamse afkomst. Ja. Wie nog meer? Safanio. Met LaRouche heb ik een paar keer gewerkt. Met Henky T heb ik gewerkt. Ja, is echt, sorry, is ja, echt een... Ja, ik begrijp het. Moet even goed nadenken, hoor. Weet je, en laten we kijken hoe... ja. Hoe want je is daardoor... Ik ken natuurlijk niet alle mensen, Tabitha, daarna heb ik wel gehoord. Maar ja. Je stijlen zijn ook best wel uiteenlopend. Klopt, ja. Ik zie mezelf als een all-round producer. Dus ik maak echt verschillende stijlen. De ene keer is het meer pop. De andere keer is het meer Latin. Of, ja, het ligt eraan met wie ik zit. Met wie ik werk, wat de opdracht is. Ja, oké. Okay. Ja. Jouw werk is nu afgerond met het nummer met Kieke, die jullie net hebben... maar het is natuurlijk al een tijdje geleden afgerond en nu wordt hij gereleased. Maar ik weet bijna zeker dat je nu alweer bent doorgeschoven naar je volgend project. Wat is dat? Het volgende project is een single met Fuse ODG. Het is een Afrikaanse artiest die... hij is heel bekend. Dus iedereen in de Afrobeats scene kent hem. Ja. En ik heb de volgende single geproduceerd. Dus dat komt hopelijk volgende maand. We zijn nu bezig met alle afrondingen. Ja, ja. Oké. Okay. Dit nummer met Kieke, je wil hem dus echt ook gewoon in Suriname lanceren. Is dat ook je plan met eigenlijk alle andere nummers die je ook gaat maken? Ja. Dat je toch Suriname ook al meeneemt in je plan voor... Zeker. Toch zeker wel. Weten, ja. Dus vanaf nu ga ik jullie alleen maar muziek sturen. Bombarderen. Bereid je voor. Met, ja. Dat is lekker, ja. Ja, de grens is wat dat betreft, zoals we al begonnen met dit gesprek, door de technologie heel erg klein. Dus komt makkelijk overwaaien. En inderdaad, dan wordt er toch ook wel best veel gekeken naar wat de jongeren... Nederlandse muziek zien aan het doen is, want het is eigenlijk ja, wat is Nederlands? Natuurlijk is de volgende vraag, maar eigenlijk is het klinkt al helemaal niet Nederlands meer eigenlijk al een paar jaar. Dus wat dat betreft is het wel makkelijker om het te laten integreren ook in andere gemeenschappen, zeker als je kijkt naar de beats die veel ik zal ze maar tropischer of exotischer, of noem het hoe je wil, bestempelen. Die dan ook hun weg vinden naar de Surinaamse jongeren hier. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling natuurlijk. Zeker, ja. Ja, dat is heel mooi om te zien. Zeker, ook vooral in Nederland, omdat er zoveel culturen hier ook wonen, toch? Dus iedereen snoept van elkaar en daar krijg je weer een nieuwe stap. Heel mooie dingen van. Ja, interessante combinaties. Ja, zeker weten. Nou, Chris, ik zal zeggen heel erg veel succes. Maar je hebt het al gezegd, je vergeet ons niet. Dus dat hoef ik niet nog een keer duidelijk te maken of te vragen. We kijken natuurlijk uit naar wat meer werk van jou. En we mogen ook zeggen van, luister nou goed, dat een keertje bent wel eens aan boy. Dus we zijn wel trots op jou. Dus hou je Surinaamse vlag hoog daar in Nederland. Ja, ga ik zeker doen. Ja? Bedankt. Oké, hartelijk bedankt. Succes met het werk. Bedankt, is goed. Oké, okay. Thank you. Stay safe. Bye. Tot zover het gesprek met Chris Cotino, de muziekproducent met de Surinaamse afkomst, die zijn Surinaamse roots ook in zijn muziekproducties laat doorschemeren. Kijk mee naar het nummer Inegina, die hij samen met de artiest Kieke heeft geproduceerd. Juist een naam. Als ik je zeg, que hasta la comida sabe más, más rico contigo, pero eres tú la que me quiero comer. Escúchame. Cuando te digo, kijk bij niemand is het lekkerder vies doen. Met niemand is het vieser verliefd doen. Hele dag in bed, we doen lazy vandaag. Quédate conmigo, me duele cuando te vas. We kunnen wat bestellen, mami, tranqui, ik betaal. Luister naar mij, jij geeft kleur aan mijn día. Siento el amor, mami, cuando te veo. Laat me genieten door jou en
efecto de tu energía. Soy sky que ignayo, yo te miro. Y mi corazón hace ram pam pam pam. Your heart that need my head do dum dum diddy dum. Net drums, la masino y a danza. Salsa, bachata, merengue, tú sabes. Mami, ese de yo blute en tu sangre. Lo bailamos pegadito bien suave. Natural y eso me atrae. Hey, le doy en bed, but un lazy fandar. Quédate conmigo, me duele cuando te vas. Soy que no va a pestele y tú tranquila, beta. Luister naar mij, jij geeft kleur aan mijn dia. Siento el amor, mami, cuando te veo. Siento el amor. Laat me genieten door jouw energía. Es el efecto de tu energía. Luister naar mij, jij geeft kleur aan mijn dia. Siento el amor, mami, cuando te veo. Laat me genieten door jouw energía. Es el efecto de tu energía.